Het lijkt business as usual bij het veerpont Olst-Welsum. Maar de stress van het woon-werkverkeer heeft plaatsgemaakt voor dat heerlijke vrije vakantiegevoel van al die passerende toeristen. Wij komen uit Sterksel. Dat is in de buurt van Eindhoven. Kom mijn broek aan, we gaan op vakantie. Waar gaat u heen? Amdijk. Dus boven Enkhuizen. Vandaag al fietsers, bijzondere fietsers. Ja, vanmorgen heel vroeg. Mensen, een man en een vrouw uit Apeldoorn. We waren 6:15 hier op de pont, die hadden er al een uur op zitten. En die gingen naar Dwingelo, in Drenthe. Waar we geweest zijn? Nou, we zijn eerst naar Nijmegen. Van Nijmegen zijn we naar Zeeland gefietst. En van Zeeland weer naar boven, naar langs de kust. De LF1, een prachtige fietsroute door het strand. Ja. Langs stranden, zeg maar. Binnen Alkmaar en toen overgestoken bij Enkhuizen naar... En nu op weg naar Hengelo weer. Thuis? Bijna thuis, ja. Hij op een camping zit, hij had die wat te doen. En waar zitten jullie? Haasje. Ja. Gaan we even naar terug naar Deventer? Nee, nog weer naar het huisje toe. Ik ben net in de Wolderwis. Mooie camping? Ja, mooie vrouwen. Dus. Ook Deventer volk altijd, hè? Ja. En mooie vrouwen. Ja. Nou, doe maar voorzichtig dan. Ja. Ja, ik zat in die vrouw zo. Jongen. Via Appelscha, Giethoorn, Epe, de Veluwe en nu naar Vorden. Pontje dus, even meepakken? Pontje meepakken, het derde pontje al van vandaag. Van deze week. Dus, geen dolle pontjes. Ja, blijkt. Een leuke tijd voor jullie? Ja, zeker wel ja. Het is een beetje ontspannend, het is anders dan het woon-werkverkeer, aan de andere, het dagelijkse verkeer. Gouden rak. Ja. Laat hem vragen waar ligt het. Vlak bij Gouda. Hier is het veel mooier, hè? Nee hoor. Nee. We gaan niks boven. Wij zitten in de krimpende We gaan niks boven Moorden. Oh, hier moet je ook betalen. Ja joh, wij hebben een pontje, waar moet je heen en weer. Die moet je die draait toch op IJssel. Nu met het pontje voelt dat al een beetje thuiskomen. De andere kant over IJssel? Ja, eigenlijk wel ja. We kijken. Doei.